Hallo allemaal, fijn dat jullie er zijn. Tenminste, fijn voor mij. We gaan vandaag eens kijken naar een heerlijk slechte film. Ik kijk naar Weekend Monsters en dit is Rock Bottom. We gaan vandaag eens gezellig kijken naar Attack of the Killer Tomatoes. Nee, serieus. Zo heet hij echt. People laughed. Niemand lachte erom The Birds. The Birds was een van Hitchcock's grote films. Het heeft in 1963 nog verschillende prijzen gewonnen en het is genomineerd voor een Academy Award. Niemand lachte om die film. Oké, niemand lachte er toen en niemand lacht er nu. Kappen met die melodramatische bullshit. Zeker als we vanuit de intro naar deze scène springen. Wat gebeurt hier in godsnaam? Waarom zat er überhaupt een tomaat in de wasbak? En waarom ziet die vrouw dat nu pas? En hoe kan in godsnaam iemand vermoord worden door een tomaat? Te veel vragen. Heeft elke slechte film dan ook een slechte intro-song of zo? Wat is dit nou toch weer? Ik snap dat het een comedy moet zijn, maar volgens mij neemt echt niemand deze film serieus. Oké, dus de dode vrouw wordt gevonden door de politie. Is dat de manier waarop ze daar hun onderzoeken doen? Is dat normaal of zo? Gewoon een beetje alles proeven wat er op de grond ligt? Na de moord op Hendrix was ik al snel te plaatsen. Vanaf het eerste moment dat ik de crime scene zag, wist ik dat er iets niet in orde was. Wat lag daar op de grond? Het lab zou het kunnen analyseren binnen een dag. Maar ik had geen zin om daarop te wachten. Tijd is immers erg belangrijk in ons vak. Precies zoals ik dacht. Hondenpoep. Ik besloot daarna toch maar even mijn tanden aan te poetsen. Vervolgens zien we een serie ongelooflijk slechte shots van mensen die dood zouden gaan van tomaten. En ja, dit is volgens mij gewoon grappig bedoeld, dat slaat gewoon werkelijk nergens op. Het doet zo erg zijn best om grappig te zijn en het faalt gewoon hopeloos. Huh? Oh ja, verrek, er stort een helikopter achter mij neer. Nou ja. En ja hoor, een hoopje as en die gast die komt al levend uit? Yeah, right. Loose. They better not have. I want this thing contained. I understand, sir, but nothing seems to stop them. We tried chemicals, bugs, bullets, nothing seems to work. Als niets, inclusief kogels, ze kan tegenhouden. Waarom staat iedereen dan als een achterlijke te schieten? Oftewel, ja, het gaat om tomaten die mensen vermoorden. Want ja, opeens uit het niets zijn ze evil. Oké, niet helemaal opeens. Maar het wordt gewoon heel even cryptisch aangehaald, maar dat is het dan ook. Maar waarom is er nu opeens een invasie? God mag het weten. Wauw. Deze film is gewoon zo slecht dat zelfs de acteurs in slaap vallen. Natuurlijk moet de regering met het leger gaan onderhandelen wat voor verschrikkelijk kwaad ze te wachten staat en hoe ze dit kunnen stoppen. Deze grap duurt gewoon veel te lang. Ik heb hier al meer dan de helft uit weggeknipt en het was na 5 seconden al niet meer grappig. Dus het leger zoekt naar een oplossing om de tomaten te verslaan. Enkele defensieleiders hebben een geheim wapen en samen gaan ze kijken naar een geschikte keuze. En gelukkig is dit niet heel overduidelijk een gewone normale kerel met een strakke onderbroek aan. De missie moet worden uitgevoerd door een geheimagent. Deze geheimagent, genaamd Mason Dixon, krijgt de beste mensen toegewezen die het leger maar in bezit heeft. Sam Smith, disguise expert. Greta Attenbaum, swimming expert. Greta defected to us after the last Olympics. We feel she's going to be quite an addition to the department.
Greg Colburn, underwater expert. Ondertussen zien we dat de tomaten het water hebben bereikt en ook zwemmers beginnen aan te vallen. Oh help, gevaar in het water! Oh, kom, we springen allemaal in het water. Wacht. Mason is niet de enige die achter de tomatenzaak aan gaat. Een onbekende kerel gaat naar een andere onbekende kerel die de baas is van een onbekende krant. Ja, serieus, we krijgen hier gewoon niks te zien. Een journaliste moet op onderzoek uitgaan, want ja, dit zou wel eens groot nieuws kunnen gaan worden. De journaliste wordt alleen genoemd onder de naam Fairchild en ze zal er alles moeten doen om de geheimen over de tomaten te ontdekken. Oké, wacht. Kijk, als ik op elk shot moet gaan reageren wat gewoon niet klopt of gewoon slecht is aan deze film, dan duurt deze review straks gewoon 3,5 uur. Het is gewoon overduidelijk dat ze gewoon makkelijk door die vooruit kunnen kijken en dat er geen enkele reden is om te gaan crashen of ergens tegenaan te rijden. Maar goed, ik knip er gewoon wat stukken uit, want anders zitten we hier voor morgen vroeg nog. Dixon en zijn nieuwe crewleden worden overal uitgezet in de omgeving. Iedereen kan beginnen met zijn missie. En ja, alsof dit stelletje idioten nog niet erg genoeg is, komt er nog een laatste mafkees bij het clubje. Whatever zijn naam mag zijn, deze G.I. Joe gaan we vaak zien. Helaas. What about me, Mr. Dixon? What about me? You? You? You go disguise yourself as a tomato and infiltrate their camp. Ondertussen gaat deze geheimagent Richardson samen met Mr. Swan hier op zoek naar een manier om alles in de doofpot te kunnen stoppen. Swan is blijkbaar van een of ander reclamebureau. En het is gewoon een beetje een rare keuze dat de regering naar een reclamebureau zou gaan. Maar goed. Oké, wat de hel. Gaat hij zingen? Ik heb nog geen flauw idee wat er nu eigenlijk gaat gebeuren in deze film. Wat gebeurt er nu? Waar komen de tomaten vandaan? Wie zijn nou eigenlijk de hoofdpersonages? Waarom komt er altijd random crap in beeld? Oh god, hij gaat zich nog echt verkleden als de tomaat ook nog. Dixon wordt uit bed gebeld dat er weer nieuwe gevallen zijn van tomaatmoorden. En hij wordt naar het leger geroepen voor nieuwe acties. Ze hebben een tomaat gevangen en wat blijkt, het gevaar is toch nog iets ernstiger dan ze hebben gedacht. This may God help. The cherry tomato. De tomaten worden niet alleen gevaarlijker, maar ze worden ook groter. Op de terugweg hoort Dixon op de radio dat het gevaar zich verspreidt. Tot hij op een gegeven moment in de val loopt van twee grote tomaten. Maar om mysterieuze redenen verdwijnen ze opeens en laten hem gewoon door. Nou, Dixon weet ook niet precies wat er aan de hand is, maar hij rijdt alsnog verder. God, wat is het voor nummer op de radio? Er zit zoveel bullshit in deze film dat ik van gekkigheid niet meer weet waar ik op moet letten. Na het gesprek met het leger wordt Dixon nog beschoten door een of andere onbekende man met een bivakmuts. Oh geweldig, nog meer personages. Oké, als hij een geweer heeft, waarom rent hij dan eerst 40 kilometer door de stad? Het leger verwacht ook de tomaten in de binnenstad en ze zetten al hun troepen klaar. Deze legermaagsta... Oh nee, niet weer een musical. Oké, weg daarmee, next. Jezus Christus. Niet kort daarna breekt de ware hel los en de tomaten vallen de stad aan. De dappere soldaten verdedigen zich tegen de meest slechte special effects ooit. Wat is dit, een speelfilm of een episode van de Thunderbirds? Kwam die dode nou overeind? Ja hoor. Buiten slechte humor en slechte special effects
heeft deze film ook nog eens hele slechte acteurs die het niet eens voor elkaar krijgen om lang genoeg te blijven liggen. Wat een fiasco. Mason sloft ondertussen een beetje verdwaald door de verlaten wijken, tot hij opeens wat ziet. Mijn god, is dat echt nodig? Moet iedereen er alles van de grond eten om te zien wat het is? Krijg je die mensen niks te eten ofzo? Je hoeft niet alles met je vingers aan te wijzen, zo slecht is het nou ook wel niet te zien dat er ketchup op grijs beton ligt. Het blijkt een val te zijn en hij wordt achterna gezeten door een tomaat. Ah. Uiteindelijk vlucht Dixon een hotel in en... mijn god, weer dat achterlijke nummer. Hij is nog niet bijgekomen van de aanval van de tomaat en hij ziet dat dezelfde gemaskerde man van voorheen nu in zijn auto ligt te sleutelen. Hij rent naar buiten en hij neemt de auto van G.I. Joe die met zijn parachute blijft hangen. Hij zet de achtervolging in, maar god weet waarom gaan beide auto's op hetzelfde moment kapot. Dit is wederom niet grappig, dit is gewoon irritant en dom. Eindelijk komt Dixon op het geweldige idee om uit te stappen en daadwerkelijk naar de gemaskerde man te rennen. Maar nee hoor, zijn auto teleporteert met deze vreselijk slechte kat en duwt hem omver. De gemaskerde man blijkt de andere geheimagent Richardson te zijn. Richardson heeft blijkbaar een manier gevonden om de tomaten wel in toom te houden en om ze wel normaal te houden. Hij wacht blijkbaar tot de chaos de wereld half heeft vernietigd en dan als alles in puin ligt komt hij als een prins op het witte paard de wereld redden. Dat zou dan zijn geweldige moment of fame moeten zijn. Hoe Richardson de tomaten kan beïnvloeden is op dit moment gewoon nog een raadsel. Op het moment dat Richardson zijn geheim wil verklappen, komt G.I. Joe binnen en steekt hem neer. Dixon komt een paar LP's tegen en krijgt hem eens een ingeving van het nummer genaamd Puberty Love. Oké. Hij vraagt G.I. Joe om iedereen te verzamelen in de stad, hoewel de stad eigenlijk gewoon leeg is en er volgens hem alleen nog maar gekken rondlopen die de stad niet willen verlaten. Maar goed, G.I. Joe verzamelt iedereen en Dixon rent als een gek naar de legerbasis. Iedereen staat te wachten en de tomaten kunnen elk moment aanvallen. Maar Dixon heeft een masterplan en laat een single op de radio afspelen. Ja, dat achtelijke nummertje wat we de hele tijd horen blijkt zo slecht te zijn dat zelfs de tomaten het niet kunnen verdragen. Oh, ik weet dat dit gekken moeten voorstellen. Kom op, maar dit gaat echt te ver. Dit is nog erger dan de carnaval bij ons. Wat slaat dit op? Waarom zijn al die idioten verkleed als gekken? En wat heeft dit überhaupt te maken met het plot? Het ergste is dat G.I. Joe niet eens meer opvalt tussen de stelletje gekken. Dit is gewoon het meest goedkope en kansloze wat je als filmregisseur kunt doen. Gewoon een stel idioten inhuren die moeten rennen en op tomaten moeten gaan springen. En in sommige shots zijn ze zelfs vergeten om de tomaten neer te leggen. Fairchild en Dixon ontmoeten elkaar voor het eerst in de hele film. En... Right. Ah nee, daar gaan we weer. Oké, opzouten. Deze film is gewoon werkelijk te slecht voor woorden. Er zit totaal geen rode draad in, de hoofdpersonen zien elkaar nooit en het is gewoon moeilijk te ontdekken wie er nu werkelijk de hoofdpersonages zijn. Oké, Dixon komt vaak in beeld, maar Fairchild komt gewoon sporadisch in beeld en die is af en toe te zien. Maar in de eindscène is ze er opeens bij. Daarbij is de humor gewoon echt heel slecht en de special effects zijn nog erger dan die van Hercules in New York. Deze film lijkt alleen maar grappig te zijn voor de makers, want ik kan me niet voorstellen dat er 20 mensen op deze aarde zijn die ouder zijn dan 10 jaar, die ook daadwerkelijk kunnen lachen om deze film. Nou, en na het zien van deze film gaan we allemaal weer een jaartje eerder dood, hebben we er allemaal weer een Twitch bij en krijgen we 1 keer per dag hoofdpijn. En ja, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben, net zoals ik. Ik heb tenminste mijn leed kunnen delen.